Welkom terug bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over Malignant, de nieuwe horrorfilm van James Wan. Iemand die ik wel echt beschouw als een horrormeester. James Wan is natuurlijk verantwoordelijk voor Insidious, Paranormal Activity en The Conjuring. En heeft dus echt al een legende opgebouwd binnen het horrorgenre. Ik moet zeggen dat deze nieuwe film Malignant helaas niet hetzelfde niveau weet te bereiken als sommige van die andere franchises van hem. James Wan heeft al in interviews aangegeven dat dit wel zijn meest gory en bloederige film tot nu toe is. En op dat vlak weet deze film toch wel wat te leveren. Want het hoofdpersonage in deze film heeft een verbinding met een duistere entiteit die allemaal mensen aan het vermoorden is. En terwijl je dat ziet gebeuren, zijn die kills wel heel erg gory. Dus op bepaalde vlakken werkt deze film misschien zelfs beter in het slasher genre dan in het wat meer supernatural horror genre. Maar uiteindelijk is deze film wel een soort combinatie van beide. En vooral richting het einde, wanneer de onthullingen plaatsvinden, is deze film uiteindelijk helaas een beetje belachelijk. En over de top. Er zitten dingen in richting het einde van de film die ik niet zal weggeven, maar die denk ik toch best wel veel mensen in het publiek eerder laten lachen dan echt bang maken. De hoofdrol in deze film wordt gespeeld door Annabelle Wallace, die je misschien kent uit Peaky Blinders. En helaas is ze in deze film niet zo goed als dat ze is in Peaky Blinders. Ik denk niet eens per se dat het aan haar ligt, maar meer aan de regie dus. En dat is wel een beetje onverwacht van iemand als James Wan. Want ze is door de film heen een beetje eentonig in de angst die ze laat zien. Ze is altijd gewoon een beetje op dezelfde manier gechoqueerd en ze heeft altijd een beetje dezelfde blik in haar ogen. En de film heeft een hele interessante opzet aan het begin en sowieso het woord malignant zelf is dus een verwijzing naar bijvoorbeeld een kanker die slechtaardig wordt of dus echt agressief. Ik weet niet precies wat het Nederlandse woord ervoor is. En ze lijken dat dan ook een klein beetje op te zetten in de opening van deze film, want daarin zie je dus een soort van laboratorium of een soort van experimenten plaatsvinden. Maar zoals ik al zei, wanneer alle puzzelstukjes dan richting het einde op hun plek vallen, dan denk ik dat de meeste mensen niet echt per se heel bang zullen worden van deze film, of dat het ook niet echt tevreden stelt. Zonder iets weg te geven, denk ik dat veel mensen na deze film op bepaalde vlakken moeten denken aan Harry Potter, aan de eerste Harry Potter film. En ik denk als je de film al gezien hebt, dat je misschien wel weet wat ik bedoel. En dat zijn nou niet echt de soort vergelijkingen die je wilt trekken met een horrorfilm zoals deze. En nou helemaal niet met zo eentje die zogenaamd zo extreem en bloederig zou moeten zijn als deze. En al met al heb ik toch op een bepaalde manier wel een beetje genoten van deze film, maar dat heb ik zelf meestal met horrorfilms. Maar dat heb ik zelf meestal met horrorfilms. Zelfs wanneer ze niet zo goed zijn, weet ik er toch nog wel een beetje van te genieten. Dus als je een fan bent van het horrorgenre, kan je deze film wel gewoon kijken. Alleen weet dat het niet op hetzelfde niveau gaat zijn als Insidious en The Conjuring. Maar ja, hebben jullie Malignant al gezien? Wat vinden jullie van deze film? Laat me ook weten wat jullie van de wat meer weirde elementen van deze film vinden, die dus richting het einde van deze film plaatsvinden. Maar zet dan wel even een spoiler warning neer, mochten andere kijkers deze film nog niet gezien hebben. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.